Welkom bij week 10 van Koop of Verkopen 2012. Belegger.nl houdt een modelportefeuille bij. Op 2 januari zijn we begonnen met 25.000 euro, dat hebben we verdeeld over 10 posities. De portefeuille is deze week iets teruggevallen, van een ruime 20% naar een krappe 20%. De AIX-index steeg in dezelfde periode met ruim 4%. Let op, onze portefeuille is nogal risicovol. Als het ons eigen geld was, hadden we al lang winst genomen, maar met Koop of Verkoop gaan we door tot eind van 2012. En de regel is dat experts en het publiek wekelijks bepalen wat we gaan kopen en verkopen. De beursexpert van deze week is Jochem Baalman van Indexus. Ik heb naar de portefeuille gekeken. Het is een portefeuille van bijna 30.000 euro. Er worden twee beleggingsinstrumenten gebruikt, turbo's en aandelen. Bij Indexus zouden we een dergelijke portefeuille inrichten met trekkers. Dan hebben we en spreiding en slagkracht. Ik wil graag verkopen de Ahold Turbo Short. Ahold is een aandeel wat redelijk stabiel is. Gaat niet veel omhoog en ook niet veel omlaag. Dus de keuze voor een Turbo Short op Ahold zou niet mijn keuze zijn. En vandaar dat ik hem vandaag wil verkopen. Ik wil graag terugkopen een trekker. Een trekker van iShares op de Euro High Yield Bond Index, een obligatietrekker. Een prachtig instrument. Er zitten 241 obligaties in op dit moment in die index. Het gemiddelde rendement, de coupon die je krijgt, ligt tegen de 7% aan. En is een prachtige aanvulling in deze portefeuille. Eigenlijk iedere portefeuille zou wel een klein stukje obligaties kunnen gebruiken. Om wat meer balans te brengen in het totaal. We gaan naar de portefeuille via overzichten. We gaan verkopen de Turbo op Ahold. Alle stukken, 1050 in totaal. Dat doen we bestens. We gaan de order controleren en laten uitvoeren op de beurs. We gaan kopen de trekker van iShares op de Euro High Yield Bond Index, obligatieindex. We kopen er 25 stukken van. Dat doen we bestens. We controleren de order en we laten hem uitvoeren. We controleren of de orders zijn uitgevoerd in de portefeuille. En wat blijkt, de trekker is aangekocht en de Turbo Short op Ahold is verkocht. Succes! Mail ontvangen zodra er een nieuwe aflevering van Koop of Verkoop verschijnt? Geef u op voor de e-mailalert via belegger.nl/koopverkopen.html. Volgende week vrijdag zijn we er weer. Prettige handelsdagen.